Mosselzaadinvanginstallaties komen vooral in de Oosterschelde en in de Waddenzee te liggen. Een paar MZI's zijn al in gebruik. Met Harry Heidekamp, vakdeskundige op het gebied van visserij, zijn we onderweg naar het mosselperceel van de firma Patmos. De MZI ligt in de Oosterschelde, een half uurtje buiten de haven van Zierikzee. Nou, dit is een van de vormen van mosselzaadinvang. De mosselzaadinvanginstallatie, waar veel over wordt gesproken. Deze vorm van de Bru 40 bestaat uit drijvende buizen van ongeveer 115 meter lang bij elkaar. Daaraan zitten hangen netten, netwerken die ik je zo meteen zal laten zien. En het netwerk heeft de eigenschap, evenals het mosseltje zelf, dat het elkaar graag ontmoet onder water. Dus het mosseltje zet zich op het netwerk, op de mosselzaadinvanginstallatie, om daarna zo groot genoeg zijn te worden geoogst. Met de introductie van de MZI's is de manier van mosselvissen sterk veranderd. Traditioneel worden de mossels met sleepnetten van de bodem geschraapt. Nu worden de mossels als het ware verticaal gevangen langs netten die in het water hangen. Onder het systeem hangt gewoon ruw netwerk. Het mossellarpje, het mosselzaadje, als hij daar opvalt, zet het zich dus op het net. En hier zo kun je zien, er is nog een restant na de oogst, hoe dat mosselzaad zich op het netwerk zet. Prachtig product, helemaal schoon, schitterend. Het zijn hele kleine mosseltjes en dat is de grondstof voor onze kweek. Deze zaaien we uit op een perceel hier in de buurt, zodat het heel geschikt is voor de mosselzaad. En dan groeien ze op en dan over een jaar dan zijn het de zogenaamde halfwasmosselen. Dat zijn ze ongeveer 4 centimeter. En als ze dan rond de 1,5 tot 2 centimeter zijn, dan borstelen we ze eraf. Het borstelen van de mossels gebeurt met speciale machines die aan de mosselschepen zijn bevestigd. De schelpdieren worden daarna via een transportband aan boord gebracht. Voordat ze in het ruim worden gestort, wordt bijvangst zoals krabben en zeesterren en ertussen uitgepikt. Deze nieuwe manier van mosselvissen moet ervoor zorgen dat er een duurzaam evenwicht ontstaat tussen enerzijds de belangen van de natuur en anderzijds de visserij. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een groot voorstander van de MZI's. Ik ben niet alleen enthousiast, dat zijn ook de mosselvissers zelf en dat zijn de natuurbeschermingsorganisaties. En dat betekent dat we langzamerhand gaan opschalen, dat we met elkaar bepalen waar die mosselzaadinvanginstallaties komen. En dat we ook rekening houden met andere gebruikers van bijvoorbeeld de Waddenzee. Want ja, daar zijn ook garnalenvissers actief, er zijn watvaarders actief, er zijn recreanten actief, daar moeten we allemaal rekening mee houden. En dat is de reden waarom ik ontzettend blij ben dat we met die regionale en lokale bestuurders hierover hele goede afspraken hebben kunnen maken. Nou, als het goed is en het ziet er goed uit, het ziet er goed uit voorlopig, zal dit mogelijk de toekomst worden van de mosselarij. Het is de bedoeling dat de traditionele manier van mosselvissen in 2020 is vervangen door MZI's. Ons land loopt daarmee voorop in het verduurzamen van de visserij. Nederland is absoluut koploper als het gaat om deze nieuwe en meer duurzame methode van mosselvissen. En daar ben ik ongelooflijk trots op.